Ja, de koffer al gepakt. Waar gaat de reis deze zomer allemaal heen? Deze zomer, ja, we gaan daar eerst nog naar Oranje toe. Maar deze zomer onder andere Dutch Valley en Tilburg Kermis natuurlijk. Leuke kermissen, festivals. Ook weer naar Lorette Mar, Salou, Gran Canaria, Albufeira. Het kan niet op. Ja, want snollebollekes, je ziet ze overal. Overal, ja. Op YouTube, Facebook, Instagram, in bushokjes. Ja, je kunt er eigenlijk niet meer zonder. Je hoeft niet te zeggen dat ik de beste zanger van Nederland ben. Dat ben je ook niet. Dankjewel. Nee, maar dat is zo. En bij The Voice hoeft ook niemand zijn stoel om te draaien. Maar ik wil gewoon, als wij een half uur geweest zijn, wil ik dat iedereen zegt, ik schiet helemaal uit met de panty. Ik word helemaal gek. Het was een geweldig feestje. Dat is het mooiste. Ik heb wel één keer meegemaakt, maar dat ging niet zozeer om de plaats. Ik weet niet meer waar het was. Dan moet je me te goed houden ergens in Brabant. Maar toen ben ik geboekt op een personeelsfeest. En dat was voor een vleesverwerkingsbedrijf. En er waren alleen maar Roemenen. En toen zei ik, goedenavond, hand in de lucht. En dan verstonden ze het niet. Maar goed, dus instrumentaal gingen we daarna lekker verder. En ik heb alleen maar geklapt en een beetje luf nagedaan toen. En toen gingen ze toch los. Deze zomer ga jij los met Daar gaat ze. Ik hoop het wel. Ja, hij doet het goed. Op YouTube, Facebook ook alweer heel vaak bekeken en zo. En dat klinkt een beetje zo van, oh ja, dat. Maar het is gewoon belangrijk deze tijd dat je daar zitten onze fans. Dus die gaan allemaal naar YouTube en Facebook, gaan hem kijken, delen, doorklikken, liken. Dus ik ben ook helemaal gek aan Facebooken, Instagrammen, Snapchat. Ik zie door de boom het bos niet meer, maar ik moet het altijd bijhouden natuurlijk. We hebben altijd onze eigen platen gemaakt. En nu was het idee, omdat we ook zeg maar, vanaf het nummer Snollebolleke best wel bekend zijn geworden in België. En dat we daar veel optredens hebben, wilden we ook een keer iets ja, eigenlijk voor onze Belgische vrienden doen. En ze gaan natuurlijk ook zijn bij het EK, bij het nieuwe, denk ik, kunnen we daar mooi een beetje optreden en zo. Weet je. Nee, maar. Dus toen hebben we besloten om een klein refreintje van Clouseau te inspireren. Is daar al vanuit het kamp van Clouseau al enige reactie geweest? Jazeker. Ik ben 2 weken terug was ik bij M&M Radio in België. Daar heb ik live Daar gaat ze gezongen. En toen heeft live in de uitzending Koen Wouters van Clouseau heeft ingebeld. En hij heeft gezegd dat hij het fantastisch vond. Daar gaat ze met de Clouseau refreintje was leuk. Voor een keer vind ik. Ik denk dat het belangrijk is dat je altijd probeert om wel je eigen nummers te maken. Maar zo'n uitstapje is natuurlijk wel leuk geweest. Maar kijk, we gaan nu de zomer rond. En ja, als de zomer is afgelopen, dan is het alweer september. Dan wordt het alweer oktober. En dan krijg je alweer richting de carnaval. 11e van de 11e november is dan ook weer in zicht. En dan gaan we weer naar de carnaval toe werken.